ik doe nu 2 jaar aan carving en ik begin me nu een beetje comfortabel te voelen op het gebied van ik wil iets nieuws maken, dat is stap per stap en dat lukt op den duur wel, maar je moet veel geduld hebben. Dat is een passie een beetje. Hè. Als je een uil wilt maken, stap 1 is de keuze van je hout. Ik gebruik vooral ceder, eik, notelaar of kastanje, omdat dat soorten zijn die lang meegaan en die dat heel bewerkzaam zijn. De tweede stap is je grote lijnen kunnen zetten. Ik begin altijd met eerst het verenkleed en de grote lijnen van het hoofd. De buik wordt afgerond en dan beginnen ze de details te maken. De grote pluim van een uil, de ogen, het verenkleed van achter in detail uit te werken. De derde stap is, ja, je moet daar een soort van 3D-dimensie aan geven. Want je kunt wel een beeld maken dat je ziet, oh ja, dat is een uil, maar aan de andere kant is dat precies een eekhoorn. Dus dat moet allemaal complementair zijn. Eens dat dat beeld klaar is, dan geef je dat 4 lagen deze olie. En dan is dat echt doordrenkt met die olie. Als je dan een glas water uitkapt, dan loopt daar zo af. Nu, als ik een beeld lever, moeten de mensen zelf zien dat ze dat blijven behandelen. Doe je dat niet, wordt het beeld grijs. En dan gaat er nog wel 20 jaar mee, of 15 of 20 jaar mee. En behandel dat, dan gaat dat zeker 20 jaar mee. En dat is het verschil. En dan blijft ook altijd mooi zo lichtbruin zien. Dan blijf je echt de kleur van het hout bewaren.